Voor ik begin, even een waarschuwing. Deze gebeurtenis kan voor sommige mensen nare herinneringen oproepen. Tijdens ons werk bij de ambulance maken we allemaal wel eens gekke, vreemde, lachwekkende of indrukwekkende en bijzondere zaken mee. Deze rit was op 27 december een aantal jaar geleden. Rond de klok van 10 uur 's avonds viel het mij weer eens de beurt om iets bijzonders mee te maken. Ik mocht namelijk oud en nieuw vervoeren. Echt waar. Even zitten, puf ik tegen mijn collega bij aankomst op de post. Het is een drukke avond en we rijden vrijwel constant patiënten naar het ziekenhuis om daar hun oud en nieuw door te brengen. Wil je koffie? Vraagt mijn collega. Nee, ik heb maar meteen liever thee, zeg ik hem. Hij drukt de waterkoker aan en precies op dat moment, piep, piep, piep. Ik zeg het je, soms lijkt het alsof de camera's hangen in de post. En wanneer je de meldkamer dan ziet dat je even iets wil gaan eten, drinken of je schoenen uittrekt, dan gaat het piepen. Ik druk de pager uit en ik kijk op het scherm. Ik zie dat het om een A2-rit gaat. Een A2 betekent zo spoedig mogelijk, maar zonder zwaailichten en sirene, naar het opgegeven adres voor een urgente situatie welke niet direct levensbedreigend is. Ik loop naar de ambulance, kijk op het computerscherm welke zich voorin in de ambulance bevindt en ik lees hier: een meneer, 99 jaar, woont zelfstandig, gevallen in de huiskamer, vermoedelijk een bekkenfractuur. Familie is aanwezig, mag naar het ziekenhuis 35 kilometer verderop. Oké. Mijn collega en ik kijken op de klok en constateren dat deze meneer nog makkelijk voor het einde van onze dienst naar de plaats van bestemming kunnen brengen. Ik rijd met gepaste spoed naar het huis van deze onverduidelijke man en daar aangekomen begint de puzzel. Hoe gaan we deze man hier uit huis krijgen? Zoals bij heel veel mensen is de hal bij de voordeur goed volgebouwd met kastjes, schoenen, kapstok, jassen en in dit geval ook wandelstokken en paraplu's. De brancard kan onmogelijk de draai maken om de woonkamer binnen te komen. Gelukkig woont meneer op de begaande grond en is de woonkamer ook via de tuin te bereiken. Dus dan maar via de achterdeur. Na een korte wandeling door het brandpad en een verbouwing van de huiskamer hebben we de tafels en stoelen aan de kant en kan de brancard eenvoudig door de achterdeur naar binnen. Mijn collega heeft in de tussentijd een infuusnaald en pijnstilling gegeven. En samen leggen meneer voorzichtig op de brancard. We rijden terug naar de ambulance en voor meneer er erg in heeft, ligt hij erin. En nu begint het. Na een minuut of zes rij ik al op de snelweg. Het waait, het regent hard en hierdoor schudt de ambulance redelijk hard heen en weer. Om meneer zo min mogelijk pijn te laten hebben, rijd ik niet harder dan 90 km per uur. Het overige verkeer is trouwens ook zo slim om een rijstel aan te passen aan de weersomstandigheden en de weg. Op één auto na. Die zie ik in mijn spiegels al vanuit de verte aankomen scheuren. Wat een idioot, denk ik nog. Wanneer deze wagen de ambulance nadert, begint hij met zijn groot licht te seinen. Hij zet zijn knipperlichten om aan van links naar rechts en daarna zijn gevarenlichten. Ik roep naar achteren dat er iets niet goed gaat in de auto achter ons. De auto passeert de ambulance, snijdt zich echt vlak voor mijn voorbumper langs en trapt dan vol op de rem. Serieus, ik moet alle zeilen bijzetten om niet bij een ongeval betrokken te raken. En ik gil tegelijkertijd naar achter dat mijn collega zich moet schrap zetten. Ook de patiënt gilt, maar dan van de pijn. Ja, dat is nou eenmaal logisch als je zo extreem hard moet remmen. Ik wijk uit naar de vluchtstrook, maar die auto doet precies hetzelfde en trapt weer vol op zijn rem. De adrenaline in mijn lichaam begint te stromen en ik kan met moeite een ongeval afwenden. Je snapt, ik kan ook best wel boos worden op zo'n moment. Een ambulance is namelijk een heel stuk zwaarder dan een personenauto en heeft gewoon, zeker bij deze weersomstandigheden en een patiënt met pijn achterin, een langere remweg nodig. Ik zet mijn zwaailichten aan en met nog geen meter tussen de ambulance en de personenauto komen wij tot stilstand. De man springt uit zijn auto en rent over de snelweg naar mijn deur. Mijn collega kan niet bij de patiënt weg, dus ik roep naar achteren dat ik even ga kijken wat er aan de hand is. Ik kijk in mijn spiegel en ik zie dat er andere auto's dit schouwspel hebben gezien en de baantjes zijn opgeschoven. Ik kan nu veilig uitstappen terwijl de man aan de deur van de ambulance staat te trekken. Ik open de deur, ik pak meneer aan zijn arm en ik trek hem naar de vluchtstrook. Hij begint in paniek te schreeuwen. Het gaat niet goed, het gaat niet goed. Het is een baby van iemand anders, wij passen alleen maar op. Het gaat niet goed. Geagiteerd door de wijze waarop hij ons al het leven in gevaar heeft gebracht en de adrenaline rush, zeg ik best wel bot, had dan ook een ambulance gebeld in plaats van zelf te gaan rijden. Nog maar een excuus hiervoor meneer, ik was ook geschrokken. Maar goed, ik trek de deur van de passagier open en ik zie hier een mevrouw zitten. Ze propt een baby van amper 6 weken oud in mijn armen. Ik zie een slappe, bleke baby, reageert suf en heeft de oog iets weggedraaid. Ademt wel, maar wat stokkerig. Ik zeg tegen meneer, die ondertussen achter mij staat, loop maar naar de zijkant van de ambulance en zeg tegen mijn collega dat ik denk dat het om een koortsstuip gaat. Een koortsstuip ziet er echt vreselijk uit. Het kind lijkt op dat moment gewoon dood te gaan en je kan echt wel echt in paniek raken. Zeker wanneer je dit voor de eerste keer ziet, snap ik dat je denkt, hier gaat dit niet goed. Gelukkig valt het over het algemeen mee. Ik loop met de baby tegen me aangedrukt door de kou naar de ambulance en ik geef de baby aan mijn collega. De vrouw is ondertussen ook uitgestapt en loopt achter mij aan naar de ambulance.
Mijn collega kijkt naar de baby, maar aangezien het een gevaarlijke locatie is waar we staan en het verhaal van mevrouw, overleg ik met mijn collega om de rit met spoed door te zetten naar het ziekenhuis. Ik geef de man, die mij tot stoppen heeft gedwongen, aan dat hij verder moet rijden, want ik kan op dit moment niet weg. De bumpers zitten zo dicht bij elkaar dat ik de draai niet kan maken en geen snelheid kan maken om de snelweg op te komen. We stappen in de wagens en met zwaailicht en sirene vervolgen we onze weg. Ik roep de meldkamer op en ik leg uit dat we nu 2 patiënten aan boord hebben. 1 oude en 1 nieuwe. Deze baby is trouwens inmiddels al een flinke vent geworden, maar die meneer met de gebroken heup, die is de laatste paar dagen later overleden.